Mijn naam is Yvonne Pescheer. Ik ben vaktherapeut in de oncologie en medische psychologie. Ik werk zowel beeldend als lichaamsgericht. De lichaamsgerichte therapie zet ik vaak in combinatie met beeldende therapie. Zoals schilderen met aandacht voor de ademhaling en energieverdeling. Of poetseren met de focus op het ontladen van spanning. De ervaring leidt tot inzicht en dat wordt meegenomen in het dagelijks leven van de cliënt. In liefdevolle verbinding komen met jezelf, waarbij de ademhaling je beste vriend wordt. Je weer met compassie naar je lichaam leert luisteren en er rust ontstaat in het hoofd en lichaam. Dat is wat cliënten ervaren in de therapie. Dit geeft licht, lucht en ruimte. De weg naar binnen of juist de weg naar buiten. Het hoofd mag uit, het lichaam weet het wel. Het lichaam spreekt, het hoofd leert daarnaar te luisteren. Ik behandel veel cliënten met kanker en hun naasten. De impact van de diagnose en behandelingen geeft enorm veel stress. Het lichaamsgericht werken is voor deze doelgroep daarom extra welkom. Landen in het lijf, rust in het hoofd, ontspanning in het gezicht, ademruimte.